70 leerlingen heeft de basisschool. Verslaggever Tonko Dop ging mediteren in de polder. Als Amsterdam het Venetië van het noorden is, dan is Lelystad het India van de polder. Transcendente meditatie, oftewel TM, is mediteren voor een zuiver bewustzijn. Zo zeggen de volgelingen van de Indiër Maharishi Yogi. Sinds 1985 hebben de TM-aanhangers midden in de polder een eigen dorp. Met een TM-winkel, een TM-restaurant, de TM-kunstkring met deze maand kosmische schilderijen van Carina, de TM-tandarts en niet te vergeten de TM-volleybalclub. Met ingang van vandaag is daar nu ook officieel een basisschool bijgekomen. De Maharishi-school. 70 leerlingen die de dag beginnen en eindigen met meditatie. Nou, je denkt een mantra. Aan wat? Een mantra. Wat is dat? Nou, dat is een woord wat je in jezelf denkt. Dat zeg je heel veel keer achter elkaar. En wat gebeurt er dan met je? Nou, dan komt je geest tot rust. Nou, het is, dan heb je een woord en dat moet je jezelf steeds herhalen. Dat mag je aan niemand vertellen, want als je het krijgt, dan legt die leraar je uit dat in jezelf zit in een kist. En dat woordje is de sleutel en die hebt alleen jij. En als je dan het woord aan iemand anders vertelt, dan kan diegene de schatkist dus ook openmaken. En is het niet meer voor jou alleen. Dus dan daarom mag je het nooit vertellen. En voel je dan beter? Soms. Hangt vanaf. Als je je goed voelt, meestal niet. Als je slecht voelt, ja, soms wel. Een thema, dat is bijvoorbeeld de wereld bestaat uit lagen. En dan ga je het daarover hebben. Of je moet een wortels begieten om van de vruchten te genieten. En zo, en dan ga je het dan over hebben. Vind je dat leuk? Soms niet. Moet je echt 2 keer per dag mediteren? Nou, het moet niet. Als je het niet wilt, dan hoeft het niet. Maar ja, maar ik vergeet het ook soms in het weekend. Want dan mediteren we niet op school. En voel je dan anders als je niet mediteert? Nee. Dus het maakt eigenlijk niks uit? Nee, maar het is als je ziek bent en als je dan mediteert, dan is het wel prettig. Dan merk je wel het verschil. Maar is dat leuk? Lief en aardig zijn? Nou ja, het is misschien wel leuk, maar moeten we altijd bijvoorbeeld een opstel maken over gedrag en allemaal van dat soort dingen. Dat vind ik nooit zo leuk. Maar nou ja, soms is het best wel leuk om te doen. Mediteren al jouw vriendinnetjes ook? Mijn vriendin op school wel, maar bij ons in de straat wonen ook een heleboel kinderen. En die vind ik ook wel leuk, maar die mediteren niet. En wat vinden die van jou als je mediteert? Die vinden het niet echt erg, maar die vragen wel eens, die willen wel eens weten wat mijn woordje is, maar dan zeg ik het gewoon niet. U onderricht de kinderen hier in de zogenoemde wetenschap der creatieve intelligentie. Wat is dat voor iets? Het woord creatieve intelligentie zegt het al. Het zegt dat er 2 aspecten eigenlijk heel fundamenteel zijn en aanwezig zijn in het leven zelf. En dat is het intelligente aspect wat aangeeft dat het leven een doelgerichtheid heeft. Dat je overal waar je ook om je heen kijkt, of je kijkt naar de mensen of je kijkt naar de natuur, er zit een bepaalde ordening doelgericht in. Het groeit ergens naartoe. En de creativiteit geeft aan dat alles ook verandert, dat aan verandering onderhevig is. En niets is overal, niets is altijd hetzelfde. Wetenschap geeft aan dat de kennis van deze aard van het leven zelf, de kennis van het leven zelf, dus hoe inderdaad die doelgerichtheid er is en hoe ook die creativiteit tot uitdrukking komt. En dat is dus in de natuur, bij de mensen om je heen, in je omgeving, en dat is ook in jezelf. En dat is wat we vertellen en waar we over praten met de kinderen. Ook de volwassenen mediteren 2 keer per dag, bij voorkeur in groepsverband. Als ik een hele drukke dag heb gehad, komt het wel eens voor dat ik denk, mediteren. Maar het is zo ongelooflijk fijn om dat dan te doen, zeker in een groep. En dus die kracht nog eens extra. Dat is helemaal geen communicatie onderling, je mediteert volstrekt individueel. Maar je merkt wel heel duidelijk dat je dat met een grote groep doet. Ja.
Het is leuk om te wonen in een buurt waar je een paar honderd mensen kent en waar je gewoon allemaal buren en vrienden. Ja, maar dat zeggen of, katholieken ook. Of op zijn minst hele goede kennissen voor elkaar zijn. Ja, maar die katholieken wonen niet allemaal bij elkaar in de buurt. Het uiteindelijke doel is natuurlijk een betere wereld. En dat die er dankzij de TM-inspanningen ook komt, daar mag geen twijfel over bestaan. Het is een kwestie van heel praktische, om je heen kijken, waardoor ontstaan er ongelukken en waardoor ontstaat er gewoon oorlog. Omdat er ontstellend groot spanningsveld is opgebouwd op dat moment. Nou, het is heel logisch dat als je dat weg wil hebben, dat je dat spanningsveld afbouwt. En dan moet er maar veel gemediteerd worden. En dan is het goed als mensen ook in aanraking komen met het veld, het verenigd veld van natuurwetten, waar die ordelijkheid is. Zodat ze ook gewoon die ordelijkheid inderdaad kunnen ervaren en kunnen vanzelf doorgeven in de omgeving. Dus eigenlijk had u met z'n allen naar Koeweit moeten gaan? Dat zou inderdaad vanuit de TM-gedachten inderdaad een ideale oplossing geweest kunnen zijn. En dan was er geen oorlog geweest? Die oorlog die was er al, het spanningsveld was er al. Dan zou het spanningsveld afgebouwd zijn geweest, ja. En daarmee krijgt het begrip bijzondere school een wel heel bijzondere betekenis.